en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik ben Caroline en ik hou van om ze te doen voor de camera en net te posten op YouTube. Volg me zeker ook op Instagram, caro.line. Dat vind ik heel erg fijn. En vergeet zeker niet te abonneren hieronder de video en dat duimpje omhoog te geven. Dan zie ik jullie. Dank je wel alvast. Laten we doorgaan met de video. In deze video ga ik namelijk 2 gsm's testen. Nee, 1 gsm heb ik eigenlijk al 3 jaar lang, namelijk de iPhone SE. Ik heb een kleine 2-3 maandjes een iPhone 6S gehad, maar die had te weinig opslag, dus daarom ben ik terug naar mijn SE ben gegaan. En op dat moment heb ik daar een probleempje mee. Ik kan er niet meer mee bellen. En ja, ik heb ook echt geen tijd en geen goesting om dat te laten maken. En ik had ook geen goesting om een nieuwe iPhone te kopen. Dus mijn broertje had nog zijn Samsung J7. Want hij heeft namelijk nu een S10 gekregen. En hij had zijn oude J7 nog. En ik dacht, ja, weet je, ik ga gewoon dat doen. Ik ga stop doen. Ik ga gewoon terug naar een Samsung. Oké, ik ga ze eventjes naast elkaar leggen. Ik heb ze hierbij. En dan ga ik mijn eerste indruk al geven. En dan ga ik een kleine week, eigenlijk een soort van weekvlog, meenemen hoe dat het eigenlijk gaat met mijn Samsung. Want het is toch echt heel anders werken. Ik heb het sinds 2 dagen, denk ik, de Samsung. Ik heb ook alles moeten overzetten. En ja, dat was wel even werk. Maar het is nu allemaal toch zo goed als gelukt, buiten mijn Twitter. Maar op zich zit ik daar eigenlijk niet echt zo heel veel meer op. En dat is toch alleen maar geroddel eigenlijk. Dus ik ben niet meer zo voor de Twitter. Buiten dat ik misschien wel mijn video's op Twitter post. Maar voor de rest doe ik daar niets mee. Dus Twitter denk ik dat ik gewoon ga laten wat het is. Maar nu dus de gsm's. Ik heb dus de SE, namelijk 64 gigabyte, enorm goed gewoon. Hij ziet er nog redelijk goed uit, want ik heb hem heel lang gedaan zonder hoesje. Heeft zo een knopje voor je vinger. Ja, gewoon las een iPhone. Dus nice, hij heeft een goede houvast. Gewoon de ideale grootte. Eigenlijk moet een gsm niet zijn, vind ik. Je kunt die ook gewoon nog in je zak steken. En zo. Maar dan heb je de Samsung S. Is die wat ik wil zeggen? J7. Zie dit verschil, mensen lief. Echt waar. Dat is gewoon niet normaal. Dus voor mij was het aanpassen de grootte. Is echt enorm groot. Ik moet echt altijd zo vasthouden. Typen kun je eigenlijk niet meer met 1 hand. Dus moet je echt zo met 2 handen typen. Dus dat vond ik wel echt een enorme aanpassing. Wat ik enorm goed vindt aan de Samsung is de kwaliteit van foto's. Is echt een enorm verschil. Ik denk dat ik het zelfs kan laten zien. Namelijk, eventjes in mijn galerij kijken. Ik ga het eventjes dichterbij laten zien. Namelijk, ik heb 2 foto's getrokken. Dit is de kwaliteit. Ik hoop dat jullie het een beetje zien, want jullie zien het niet zo heel goed. Dit is de kwaliteit van de iPhone. En dit is de kwaliteit van de... Dit is de kwaliteit dus van de J7. Ik heb nog die twee foto's ondereen gezet. Namelijk zo. Ik zal die anders beter in beeld laten nu. Als het lukt. Dus dat is het verschil. Enorm goed dus. Dat is alleen nog maar het selfie-cam. De andere cam voor de gewone foto's trekken is ook echt veel meer. En veel beter qua pixels. Op dat opzicht ben ik echt enorm blij met mijn vooruitgang. Dus dat vind ik echt al heel mooi meenemen. Want foto's is voor mij toch wel belangrijk. Niet alleen voor Instagram, maar ook gewoon voor te hebben. Dat kan soms zo mooi zijn, een foto. En ja. Iets belangrijk voor mij in ieder geval. Dus dat is dat. Hij heeft ook gewoon vinger unlock, of hoe moet ik het zeggen. Hij is ook wel smooth. Hij is ook wel rap qua dingen. Het is alleen een beetje wennen. Want het is echt anders werken Android dan
Apple. Maar nu dat ik het 2 dagen eigenlijk al heb, lukt het wel. Maar ik ga jullie toch gewoon nog een weekje meenemen om te zien van waar ik toch mee struggle of wat net makkelijk is. Of wat ik een voordeel vind aan iPhone of wat net ik net een voordeel vind aan Samsung of net een nadeel. Ja, som maar op. Jullie zullen het allemaal wel in deze video verder blijven zien. Dus zeker blijven verder kijken. Oké, ik heb by the way een, wanneer ik mijn gsm wou wisselen, een dag daarvoor op Instagram gezet van iPhone of Samsung. En dat was ik vergeten te zeggen in de intro, dus ik dacht ja, het is toch een soort van weekvlog, dus kan ik het ineens zeggen. Namelijk, ik heb een stemming gedaan. Ik weet dat iPhone had gewonnen, maar ik heb er een screenshot van getrokken, maar ik denk niet dat ik die... Ik heb die nog met mijn iPhone getrokken, denk ik, de screenshots. Wacht, ik ga eventjes zoeken. Eventjes naar mijn messenger gaan. Want ik stuur ook vaak gewoon foto's naar mijn eigen. Via mezelf de messenger. Maar precies niet. Oké, even kijken dan bij de archief. Namelijk verhalen. Oké. Ik ga het zeggen. Het was 77% voor iPhone en 23% voor Samsung. Dus dat is wel enorm veel. Verschil. Dus echt, de iPhone is echt heel hard gewonnen. Dus ik ben echt enorm benieuwd. Dus dat is dat al. En ook een post dat ik op Instagram had gezet. Namelijk, wat is er aan mij veranderd? Dat heb ik namelijk 24 augustus gepost. Dus voor jullie is dat ondertussen al wel een tijdje langer geleden dan op dat moment bij mij. Maar hoe? En er zijn juiste reacties geweest. Er zijn ook andere reacties geweest dat ik dacht van, oké. Maar het is namelijk inderdaad mijn haar. Mijn haar is inderdaad geknipt. Het is van zoiets ongeveer naar nu net boven mijn borsten. Dus er is wel wat af. En ik ben daar echt wel blij mee. Want het was echt gewoon niet meer te doen, mijn haar. Dus dat wou ik eventjes ook nog zeggen. Want ik had gezegd van in de eerste normale video zou ik dat zeggen. Maar dat ben ik dus helemaal vergeten. Dus dat zijn 2 dingen dat ik nog eventjes wou meedelen. En voor de rest, ja, is er niks veranderd of ben ik niks te weten gekomen over mijn gsm. Dus zeker blijven verder kijken. Oké, mensen, ik ga het eventjes kort houden. Vandaag zijn we dag 2. Sorry dat jullie iets speciaals aan mij zien. Ik heb inderdaad iets aan mijn kaak gehad, een operatie, een plaatselijke verdoving, maar daar gaat de video niet over. Maar het is maar dat je de komende week een beetje dikker zien, dus doodnormaal. Maar het ging dus over de Samsung J7, namelijk deze naast mij. En ik heb nog iets ontdekt. Ik ga even mij daar een beetje beter bij zetten. Dus, sorry brothers voor de achtergrond. Ik ga heel snel zijn. Namelijk bijvoorbeeld dat ik de app Instagram open. En doe dit. En dit. Hoppa! Trek je een foto. Ik wist dat niet. Met 1 keer tikken heb je gewoon je basic scherm of je startmodus, of hoe moet ik het zeggen. En met 2 keer heb je direct de camera. Dat is langs 1 kant winnen, want ik tikte altijd meer op mijn middelste knop bij iPhone voor zo te swipen. Maar dat is nu, vanaf nu hier aan de zijkant. Maar op zich is het ook weer wel handig. Dus dat heb ik ontdekt. Sorry Samsung-kijkers, ik... ja, maakt niet uit. Ik heb gewoon al jaren Samsung meer vast gehad. Dus voor mij is dat een hele ontdekking. En dat heb ik ontdekt. En voor de rest... de klok maakt natuurlijk weer andere geluidjes. En dat is ook weer wel winnen. De agenda vind ik alleen niet zo praktisch.
Want met mijn iPhone deed ik dat dan via mijn MacBook. En dan zo... moet ik dat zeggen? Zo kon ik altijd mijn MacBook dat aanduiden. En dat zag ik ook in mijn iPhone en mijn iPad. Maar dat is nu niet. En dat is nu toch wel een beetje wennen. Ik heb er nog niet zo heel veel mee bezig geweest ook. Dat ik eerlijk toegeef. Maar we hebben nog 6 dagen. Dus ja. En wat ik wel handig vind aan... Samsung is... bijvoorbeeld, je swipet zo. Dit is. En dan heb je... Wacht even verwijderen. Sorry mensen. Privé. Dus je hebt dit. En je kan hier... Je menubalk, stel scherp. Maar je kan ook meer uitgebreider. Dus eigenlijk, en je kan al die appjes ook nog van plaats veranderen. Zoals ik de 4G en 3G stond dus hier. Maar als je dat verandert, omdat het dan van één keer hebt, kan je dat zo direct aantoetsen. Dus dat is wel mega chill. Dus op zich ben ik op dat moment nog wel tevreden over de Samsung. Dus ik hoop dat de rest van de week dat ook nog zo is. Oké, dames en heren. Ik weet niet hoeveel sterk dat dit is, maar ik heb ook een paar dagen niet kunnen filmen omdat het gewoon zo druk was. En ik heb ook echt helemaal niet veel kunnen ontdekken met mijn Samsung. Wat ik wel nog wil zeggen is, en dat vind ik echt ongelooflijk, dat heb ik zo hard gemist aan mijn iPhone. En dat is die batterij. De batterij in de Samsung J7 gaat zo onwijs lang mee. Dat is echt... ongelooflijk. Ik kan nu, als ik er echt continu op zit, kan ik daar 2 dagen mee doen. Want ik heb het van de nacht niet opgeladen. En nu zie je nog altijd 51%. En ik heb er al een uur, anderhalf uur al heel een tijd op gezeten op Instagram, op YouTube. En het gaat gewoon allemaal makkelijk bij mijn Samsung. En met mijn iPhone SE, als ik dat zo intensief gebruik, kan mijn knoei ineens... een dag toe. Dus dat vind ik echt wel een enorm pluspunt. Ik dacht misschien om eventjes alles zo'n beetje te vergelijken. Dus ga ik een lijst maken met alle positieve dingen van de gsm's en de negatieve dingen van de gsm's. En een beetje vergelijken, dan is het voor jullie ook overzichtelijker. Want ik heb van alles liggen zeggen, maar eigenlijk... is het misschien niet overzichtelijk genoeg. En ik ben redelijk autistisch in die dingen. Dat moet een beetje duidelijker worden. Dus daarom ga ik jullie subiet een beeld laten zien. Met alle positieve dingen en negatieve dingen per gsm. Ik vond het wel een heel leuk... eigenlijk een heel... leuk, moet ik zeggen, projectje. Om het uit te proberen. Omdat ik al jaren niet meer met Android heb gewerkt. Ik mis enorm de iPhone. Dus de werking van iPhone, dat mis ik enorm, want ja, dat ken ik van binnen en van buiten. Toch de basisdingen ken ik van binnen en van buiten. Dus dat mis ik wel, want die kennis is helemaal weg bij Android. Ik denk wel dat ik het gewoon zou kunnen worden, maar geen Samsung. Omdat ik gewoon niet zo voor Samsung ben. Eventueel de S10 vind ik ook echt wel een heel mooie gsm. De J7 is ook echt een heel mooie gsm, maar is gewoon veel te groot. En dat vind ik echt een enorm nadeel. Dus ik wil echt iets compacter. En vind ik dat niet, ja, dan is het niet. Maar ik weet het gewoon eventjes niet hoe of wat. Maar de Samsung J7 blijft sowieso nog een tijdje van mij. En dan zal ik wel zien welke Android-toestellen gaan jullie aan. Zet het vooral hieronder in de comment. Dan ga ik ze zeker bekijken. En dat is dat wat ik eigenlijk nog moest zeggen. Waarom ik ook niet meer voor iPhone kies. Want dat doet enorm pijn in mijn hart. Maar ik ben altijd een iPhone fan geweest. En het kan goed zijn dat ik er terug inkoop uiteindelijk. Maar... ik vind iPhone zo ongelooflijk duur. En die heeft ook zoveel updates. Altijd. En deze Samsung, ik heb die nu nog maar een week. I know. Maar mijn broers hebben ook al 2 Samsung. Een S7 en een S10 dan. En die hebben nog helemaal niet zoveel updates gehad. Tegenover ik mijn iPhone. Mijn vader heeft ook een iPhone. Mijn moeder ook.
En die zeggen allemaal van, we hebben zoveel updates altijd. En ja, per update, ja, hoe ouder je gsm, ja, dat gaat niet goed, updates dan, maar zwart. Laat het gewoon niet te lang maken, deze video. Ik moet het gewoon nog allemaal een beetje bekijken. Ik vind gewoon iPhone een beetje te duur aan het worden. En dat vind ik gewoon heel jammer. Want eigenlijk hebben die wel goede toestellen. Maar het is gewoon veel te duur. En als je om de 3 jaar een nieuw toestel moet kopen van 1000 euro. Sorry, maar zo rijk ben ik niet. Ik ga mijn lijstje maken voor jullie. En het in beeld laten. En dan zeg ik jullie tot de volgende keer. Ciao!